gebeurd. Jezus, kon het nog verder weg gaan? Nee, het kan niet verder weg. Dat is het antwoord op mijn eigen vraag. 13,3 kilometer. Dit is de allerverste die nu is. Wil je in de deur zitten om te schieten? Ik moet echt eventjes een AI recruiten in ieder geval. Lijkt me helemaal de bedoeling. 50 grenades. 900 meter van het punt. We zitten er nu een cirkel mee te trekken. Hoe wil jij aanvliegen, Jeremy? Doe je ding, whatever. Oh ja, voor jullie. Komt namelijk omdat we een helikopter hebben. Ja. Oh, ik zie de silo waar je het over hebt. Nee, dat is een graan silo. Hallo, ligt nu over ons heen. Ik spot jullie als enemy soldier. Oh, weird. Ik weet ook dat hier gewoon vijanden hierbij zijn. Ja, kijk het je. Oké, Jerry, we komen nu bij dat dorp. Het dorp hier waar we straks overheen vliegen, Jerry. 400 meter, bearing 015. Dat is het point. Dus alles wat je hier op de grond ziet is enemy. 18 soldiers, 300 meters northeast. 18 soldiers, man, 300 meter, back. Rifleman, 400 meter, back. Door het zo klonk. Ik hoor hem echt dood. Wat verdomme, meteen ook, hè? Enemy squad. African bearing 240. Zijn jullie neergeschoten? Ja. No. Godsamme. Oh, okay, dat kilt alle mogelijkheid voor auto-rotation. De wieken zijn nu stuk. Maakt niet uit, maakt niet uit. Kan het eruit? Oh! Ja, nee! Ah! Jo. Ik zit rechts. Oké. Zullen we heel laag over de zee vliegen? Ja. Nice. Met een kutnoodgang? Lijkt me wenselijk. Ja, prima. We gaan even Jeremy staan op dit. Am I right? Oh, er zit zoveel. Holy fuck! Een van mijn crewmen schiet met een headwrap neer. Anyway, ik ging dus zeggen, wat een fucking windgeluid joh, dit is echt niet oké. Ja, we gaan dan maar 180. Kan jij nu wel zo opnieuw verstaan? Oh man, ik zie iets en dat kan ik nu niet meer doen. Wij zijn bij de mast. Wij niet. Ik heb een Cherno om het dingen door. Ik kan het wel niet meer doen. De ronde door ging niet meer lukken, want ik had niet genoeg. Het ding heeft niet zo heel veel koppel. Waarom ben jullie nog überhaupt deze stand op? Ja, ik word elke keer neergeschoten als ik er ben. Dus ik ben gewoon hun rockets aan het breken. We hebben de unwrap niet van neer. Teammate deed dat. We gaan hier ergens overheen. Dan maar even. Ik denk dat de route die ik net kwam om aan te vliegen heel goed ging. Want het kan ook zijn omdat jij al fire trok. Maar ik kreeg daar niet echt shit over me heen. Via die waterinhamdinges. Ja, ik weet niet waar dat is. En ik ga nu niet op de houden. Mij daarheen guide. Ja, als je gewoon nu zo meteen doorvliegt tot de zee weer. En dan langs de zee blijft vliegen tot net voorbij het punt. Dan zie je het ook al als je de GPS aandoet eventueel. Maar dan zie je, dan krijg je op een gegeven moment kan je... Ja, ik heb de GPS aan, maar ik vlieg nu naar de zee inderdaad. Dan gaan we even ietsje naar het noorden draaien. Heel lang. Deze ding trilt zo erg boven de 200. Die andere kan je super stabiel boven de 200. Dit is echt... Oké. Het is ook open natuurlijk. Kasteel. Deze kerel kijkt mij zo eng aan. Nee, jij kijkt hem eng aan. Nee, serieus, ik kijk nu naar rechts en jij zit echt een geweer in zijn fucking gezicht. Ik kijk zo als op jouw ster-achtig. Ik ben mijn crack vergeten. Oké, ik heb wel een klein beetje een probleem met rotor RPM. Ik stal steeds de rotor. Elke keer zo harder dan 210 gaan of zo. En dan trekt automatisch het hele ding achterover. Ja, dat kan. Ja, dus dat moeten we niet hebben boven water. Weet je wat ik ga nu 260. Rem, een beetje erg hard. Wat je wilde? Ik weet niet, de treeplanken zitten nog niet in het water. Oh, oké, lager. Oh, jezus. Vandaar dat die kerel zich zo zorgen maakt. Het is vrij stabiel. 9 meter. 9 meter. Dus je blijft naar het noorden vliegen, gewoon langs de kust, tot voorbij het punt. En dan net voorbij het punt krijg je zo'n rivier inland. Ja, dat kan ik dus niet zien, dus jij moet zeggen wanneer dat is. Dat is goed. Te veel. Oh, we kunnen alweer op 17 meter. Dat is veilig. Wat is dat weer voor ons in? We dalen nu weer met een meter per seconde, dus weer happy. Ik kan nog wel lager zijn, dat moet ik kunnen. Check this. Oké, ik ga weer omhoog. Niet oké. Oh, ik zie inlet staan. I'm guessing that's where we want to go. Dat is inderdaad. Dat daar inderdaad gewoon erin. Dan kan je aan het einde van dat stukje rivier kan je helemaal neerzetten. Of je kan nog verder YOLO om hem ergens anders neer te zetten, maar dat is wel risky. That's a crew, oh my god. Dan hebben we erin gooien. Die voelen we wel. Ja, ik zit ook niet meer op de treeplank, ik ben dood. Dat is net afgetipt, ja. Ik zit ook zonder rimpje of wat hierop, hè? Ja, dat is een beetje triest. Ah, ik denk dat je met een haakje aan je riem of zo vast zit. Volgens mij lijkt me dat alleen nog maar minder veilig dan bunglejacht aan dat ding. Nee, want dan zit je gewoon vast op de tree. Ik kan wel heel makkelijk ejecten, dat is wel geinig. Ja. Oh, hier wil je hem neerzetten. Nee, als je hier eject, ben je dood. Ja, ik denk dat dit is redelijk veilig, maar je kan ook, kijk, je kan proberen hem over dit stukje bos heen te liften links en dan in de volgende clearing, maar daar werd ik net beschoten, dus ik weet niet hoe veilig dat is. Ja, oké, dat is meer zo neer. 20 kilometer, kunnen we niet iets zien? Ja, gewoon, oké, eentje liften en dan als je naar het zuiden gaat, is het misschien het meest veilig, maar hier overheen. Daar? Ja, zoiets. Dat is recht naar de point toe. Misschien die kant op. Ja, deze zit naar het noorden verder. Ik kan hem hier, links kan je hem al neerzetten eventueel. Ja, ik zit hier zetten, denk ik. En voor rocket. Ja, ik krijg hier small arms fire. Ben ik clear? Ik zie geen bomen of wat om ons heen. Niet zo snel opzij. Ik was basically van, we staan stil, dus ik ga nu gewoon... Holy shit, what the fuck, je stijgt dat ding ook echt. Nice. Standing by. Oh, ik heb hem, ja, ik denk al, ik sta zo ver naar boven. Je hebt hem op de staart gefixt. Kijk die shit. Oh, ik heb wel 1000 screenshots. Ik zag hem nog net rechts zakken. Fijn, zonder backpack. Dat is wat geen verteken. Klinkt alsof we er bijna zijn. Really? Pam, 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 pam. Overleef jij dat weer doen? Want dat klinkt wel als aardig GMG-fire op je shit. Shit! Okay, oh, dat klinkt als... and my craps. Dat was een grotere explosie inderdaad. You're gonna see, Jeremy, even wachten. zit een stukje verder op in het bos. Want de hoeveelheid mensen namelijk gaan best wel een probleem zijn daar. Iedereen die ik uit mijn voertuig had gestuurd, die was gelijk instant dood. En het voertuig eindigt ook niet veel beter op later. Nice. Ja, we moeten die loadouts ook even kiesbaar maken. Of in ieder geval beter. Die loadouts zijn nu echt super kut. Totaal waardeloos als je ze meeneemt. Dus ik ga daar eventjes andere loadouts voor ontwerpen. Dat is helemaal fucking bruut inderdaad, dat je echt van die fucking ultra SWAT teams mee kan nemen. Mm-hmm. Maar deze zijn op zich hartstikke prima, ze zijn alleen generic. Ze zijn gewoon niet zo intens als dat wij vaak zijn. Mm-hmm. Ja, wij hebben maar 3 man mee. 4. Ja, we hebben 4 man mee met, het zijn allemaal auto-riflemen. Ik heb er 8. Ik heb ook marksman, auto-riflemen, anti-tank soldier erbij. Wat is dat voor? Een medic. Ik heb van alles nog wat. Een grenadier. Hoe kwamen jullie trouwens bij die Shack-Tag controls? Waar stond dat? Dat was Alt-Shift-H? Ja, maar waar stond dat? Je gaat naar Configure, Controls. Dan heb je rechts onderin OK en net links daarvan Configure Add-ons. En dan kan je daar doen wat je wil. Met je add-ons. Okay. Kijk, het is Shack-Tag Interact. Left Windows en right Windows. Interact. Join their group. Oh, nice. Windows keys. Maar ik heb geen left Windows key. Ik heb geen right Windows key. Ik heb ze beide. Dus, oké, maar dat ga ik er een andere keer wel eventjes ergens op binden. Ja, maar op zich betekent dat wel dat Jeroen onze groep kan joinen. Ja. Dat is niet praktisch. Dan moet je al mijn mensen gaan... Dat is fucking onhandig, inderdaad. Natuurlijk, ja, nevermind. Nou, misschien zou je ons wel een paar van die lui kunnen geven. Maar... Dat is nog weer een stap verder. Ik bedoel mezelf aan jullie geven, ik snap dat daar de controles van, maar... Is allemaal? Nee, niet allemaal. Maar... 300 meters, zuid! Ja, maar gewoon een gast hiervan. Jeremy, ik kent recht op Rifleman af, blijkbaar. Ja, dan heb ik weer weg als een fucking man loopt. Oh, die lui die blijven nu weer bij mij. Ze zijn niet achter. Man, 200 meters front. Jeremy ligt daar in die struik, hè? Pas op. Ja, ik zie het. Maar ik zie de enemies niet. Oh, ik zie daar op de horizon. Jesus Christ. Waar? Welke kant? Ah, ik zit met de rangefinder tussen bomen door te kijken. Ja, wat is de richting? 180? Oké, echt naar het zuiden. Prima. Als ik dacht dat ik daar mensen zag, dat weet ik niet zeker. Jeremy, we komen aan jouw kant nu op. De toren staat hier wel trouwens. Really? Zie je dat? Ja, een van die palen is niet een boom, maar het is een paal. Hostile down! Ik zie hem. Een van die bomen heeft al... Oh ja, ik zie hem nu wel, ja. Ja. Oké, dan blazen we die zo. Oké, we hebben nu... Oh, wordt geschoten. 75 meter. Welke vijand hebben we? Oh, dit is PMC, ja. Yeah. Oh. Sniper! Enemy sniper! Rifleman! Ja, 100 meters! Front! I think he died. Damn it, die schoot er even 2 van mij neer. Ja. Wat voor wapen heeft hij? Dat weet ik niet precies. Dat zijn even val variant. G3. Verder naar het westen. We moeten even recht naar het westen lopen. Of oosten natuurlijk. Jesus Christ, wat gebeurt er? Jeremy is goed? Rifleman, 100 meter, front! Een auto rifleman. Machine gunner, 100 meter, ben je dood? Op de heuvel. Soldier, 100 meter, front! Oh, ik zie hem staan. Machine gunner, 100 meter, just up ahead! Charge down! Rifleman, 75! Fuck. Wow, dit gaat los. Ja, we zijn net in de unit kwijtgeraakt hier. Oh. Wat de fuck is dit? Is dit een pistol of niet? dat is het beste. He's down. Rifleman, 100 meters, front. Soldier, medic, 100 meters, front. Get down. 100 meters, left. Fuck. Zijn er weer één kwijt. Oh, nou zit ze. Ja, ah, fuck. Post uit. Waar lig je? Iets op de heuvel. Bij mijn mama. Oké, kom in. Daar. 20. 10. Ja, ik leg nu op je. Ik zie jou. Je bent heel duidelijk. Ja, als het goed is. Ik heb mezelf in bed gekleed. Ik kan je niet. Je hebt mij niet. Je zit 7 meter van me af. Wat? Oh. Soldier, 200 meter. Hè? Oh, je lag net heel ergens anders. Oh. Of dat was... Oh nee, dat was een van je PMC's. Mhm. Ik zit in witte sneeuw uniform. Ja, hij had ook iets wits aan, Jeroen. Dus het is, daar keek ik naar. Daar was ik nou al naar op zoek. Oh, er rent er een door het bos daar. Auw, ik ben dood. Ik ben ook dood. Wat is up to you nou, Jeremy? Ik zit te kijken naar jullie. Jezus, moet je dat horen, man. Jeremy is disconnected. Well, how about that? Shit, we got a man down. How about that? Nou, dan moeten we respawnen. We lost one. Jeremy is ook helemaal zijn internet kwijt. Gewoon gone. Ja. Oké, we're in. Hier staat mijn boxcar trouwens. Hier ben ik ook wel een keer uitgestapt. Het is echt over deze heuvel of zo zitten over vijanden. Dus ik zal hem even hier bij de bocht stilzetten. Jij het kan stappen. Ja, sure. Oké. Okay. Dismount. Copy. Waiting. Standing by. Waiting. Oké, wij zijn eruit. Jij hebt er nog eentje in zitten? Ja, en die laat ik nog even in zitten. Oké. Oké, wij gaan langs de linkerkant, denk ik. Nee, langs de rechterkant. Wij houden de... Ja, die heuvel daar aan de linkerkant is best wel compromised. Ja, dat. Maar jij kan die heuvel op de linkerkant ook heel makkelijk beschieten. En, Join group. We'll go. Wat? Join group? Fall back. Roger that. Oh, sorry. Is dat waar? Oké. Maar jij kan hier in deze kloof helemaal niet schieten. Dus wij gaan hier eventjes down the hill, zeg maar, langs lopen. Oké. Okay. Want wij kunnen hier wel iets. Ja, ik denk dat het ook inderdaad praktischer is. Ik probeerde de vorige keer dus ook met mijn handschappen de heuvel op te komen, maar dan word je... Gewoon omdat je in zo'n vallei-achtige constructie zit. Ja, de heuvel op, in zo'n bolling. Ja, als je er eenmaal op zit, dan is het oké. Okay. Daarom zijn heuvels ook zo bevochten altijd. We blijven ongeveer naast je als het goed is. Even kijken of je maar... Oh, je mag... Kan ik onze positie verraden? Ja, ga je gang. Dat mag anytime. Regroup! Six! Stop! Oh ja, je bent nu ook weer de server in aan het komen, Jeremy? Ja, ik zit er al lang in, joh. Oké, wij zitten aan de zuidkant van de stad, bij dat weggetje naar binnen. Ja, komt goed. Ik moet nog even die kant op komen, dat duurt nog even. Team Red, fall back! Roger that! Roger that! Huh? Een broekie die helemaal in paniek is. Ja. Stay low! Ja, nou ja, wij zitten vrij dicht bij elkaar, dus schiet maar, whatever. Nee, daar staan wij niet. Daar, oké. Okay. We gaan even een stukje naar rechts hier. Even kijken of wij dat ook mee kunnen. Het is echt een greppel, dus dat is perfect. Ja, het is een heel squad. Ik ga ze toch eventjes van Engaged Will afhalen. We gaan nu wel gewoon even met cancel target! Deze mensen zijn wat te zien. Okay, let's go. Is dat er een? Nee. Waarom loopt die vent zo ver naar voren? Ik ga terug naar formatie, lul. Moving! Moving! Go! Go! Ik ben de mensen trouwens kwijt. Ze gaan allemaal gaan liggen. Ze zitten precies achter die griffel. Ja, wij gaan daar nu dus heen. Sorry, ik zie jullie lopen. Oké. We zijn heel langzaam aan het moven, want ik vertrouw bossen dus niet. Dat zou ik ook niet doen. Ze slaan je zo als je even niet kijkt. Ja. Paf. Auw, what the fuck? Vet. Blijken het gewoon fucking enten te zijn. Wow. Ja. Liars. Dan moeten we ze eerst fucking 3 dagen lang overtuigen dat we geen orks zijn. Ja hoor, ga maar weer in je DLC. Wat was het? Ik zie je rechtsonder in zo'n ding zitten. Oh, crisis. Linksonder bedoel ik. Fuck, links en rechts haal ik echt constant door elkaar sinds rally games. Waarom? Ik weet niet, het is met de klank of zo. Left en right haal ik niet door elkaar. Maar left heeft de en rechts ook. En daardoor komt het denk ik. Moet wel. Ik zie hier niemand. We zijn nu bij die crest geloof ik, maar... Oh nee, jullie zijn een stuk verder. Het was daarachter in het bos. Andere riffel volgens mij. Jelle, yeah. Kun jij markeren waar jullie ongeveer zijn? Oh, of vertellen waar jullie zijn? Daar. Wat, nou? Wat? Waar schiet je op hier? Daar. Daar zijn ze. Ja. Doe eens niet zo dichtbij die dingen laten ontploffen trouwens. Dat is echt fucking 10 meter van een van mijn units. Sorry. Straks dan krijg je friendly fire door shrapnel. We gaan er nu overheen dan. Ja. Yeah. Ze zitten hier direct achter? Ja. Oh, korte. Ja, er eentje de bovenste persoon in de auto rifleman die komt nu in beeld als het goed is van hun. Ja. 75 meter, run! Oh, daar. 200 meter, left flank. 5 meters, run! 200 meter, left! Man, 200 meters, left! 200 meter links, ligt nog eentje. Als het goed is. Ik hoor hem. Goddammit, waar is die? Daar. Ik krijg geen goed beeld op de bos. Wel, ik leg erin. Ik ga proberen de heuvel over te nemen. Ik zie er eentje tussen een paar bomen door, maar ik kan hem niet raken. U zit er niet in het dorp, toch? Nee. Maar we gaan ook niet bang heen. Wow, ik vind die RPK zo fijn, hè. Het is echt, ik ben echt verliefd op dit ding. Stop. Het is leuk als je de heuvel oprijdt met deze Mora. Nee, dat is achteraan. Jesus, fuck, ik ben dood. Ik kom eraan. Ik heb geen idee waar vandaan. Attack that rifleman, northeast. Nou, ik ben in ieder geval een stuk sneller de heuvel weer af dan ik op zie. Ik krijg ook echt een target. Okay. Nee, dat maakt niet uit, joh, whatever. Moet ik bij een team target. He's down. Welcome. Team Red, fire at that soldier. Kun je me vertellen hoe ver ik weg ben? No medic nearby. Oh, je komt recht op ons afrijden. Wij zitten op die crest. Pas op, pas op. Hier liggen mensen. Ik weet het, ik zie de mensen. Ja, hopelijk. Ja, ik zie je zitten. Maar ik zit even te kijken waar jij bent. Je zit direct naast me. Je moet even uitstappen nu. Dan zie ik hoe ver je weg bent. 18 meter. 17, 14, 11, 9, 7, 3. Contact! Rifleman! Right! No target! Je hebt zijn lamp aan. Ik was uitgestapt. Okay. Team Red, return to formation! Copy! Er staat nog wel een heel squad in het dorp trouwens, als je daar heel aan het gaan bent, Jeremy. Ja. Er staat hier ook ergens... Die heli klinkt zo raar, hè? Het is nu recht over ons heen gaan. Ik zie het inderdaad. Ja. Ik ben turned out. Zo klinkt hij raar? Omdat er zo'n geluid vanaf komt. Dat is echt weird. Ander soort motor of zo. Daar. Ik denk al. Ik heb trouwens een van de enemies een silenced weapon gegeven, hier of niet? Ja. Eentje. Oh, het is een missile specialist AA. Ik probeer hem nu aan te vallen, maar... Pas op Jeremy, missile specialists in het bos. Ah, we got him. Hij staat. He's down! Hehehe, dat wou ik even zeggen. He's down! Leeft hij nog? Ik zie er iemand op de horizon liggen, maar... Yep. Verder nog. Wat het. Waar zou dat echt zijn? Daar. Waar is dat? Hoe ver van ons? Deze model echt totaal. Dan kan je waarschijnlijk wel weer buiten. Ik ben rondkwijt. Ik ga even kijken of ik het kan zien. Ja. 100 meter met Jelle weg. Ja, hij ligt hiernaast inderdaad. Je moet er wel eerst uitstappen, hè? Anders dan kunnen we er sowieso niks mee. Ik kan het wrak waarschijnlijk wel aan de kant duwen. Nou ja, of je... Ja, of hey, we zijn 5 kwijt. I did not know. Oh, ik heb hem. Oh, daar, ik zie hem. Oeh, daar ligt er nog een. Kom achter die boom weg. Ik wil je targeten. I see you, you asshole. Ja, ik mag je steerable parachute wel openen. Je zweeft in de lucht. Oh nee, nou lig je op de grond. Ja, maar nu is hij dood. Contact! 200 meters, left! Oh. Ja, daar, kut voor me. Dan kom die kant op. Team Red, engage! Right up ahead! Ik kan hier ook gewoon even proberen te paradroppen. Ja, kan ook. Maar ik wil graag. Team Red, sit rep. Grade 1, 3, 2, 0, 2, 9er. Is hij dood? Ja, hij is dood. I'm having some pretty intense forest combat here. Ja, ik wou ook namelijk, ik kwam met de Taru Cargo en die heeft echt allemaal resupply met fucking ammo en shit. Dus je dacht van, goh, die zet ik even in een boom neer. Nee, nou ja, goh, die zet ik even neer. Alleen ik had veel te veel forward thrust blijkbaar. En hij had een beetje zoiets van, weet je, ik ga doorrollen, lol, omrollen. Eet shit. Oh, oké. Je moet eerst zorgen dat je stilstaat inderdaad. Behalve als je op super recht terrein landt, dan kan je ook met vaart landen. Maar... Oké, ik geloof dat ik deze squad nu heb. Deze 2 squads eigenlijk. Okay. Ik ga nu advance langs de road weer. We gaan even weer een stukje het bos uit. Wacht. Ik hou lichtelijk het dorp in de gaten. Wat zie ik daar? Is dat iemand die leeft? Oh nee. In de bossen? Dat is een dode. Of is die... Die is niet dood. Verdomme. Ook wat. Sneaky bastard. Ja, dat is echt wat. At least scare him. Linux. Shit! Oh, rocket. Well, that kills my crabs. Ja, hij is ook dood nu. Mooi. Dus jij bent helemaal dood nu? Wat? Jij bent helemaal dood nu. Waar ben je dood? Waar ben je dood gegaan? Ik kan nog uit, vlak voor de ingang van het dorp. Dat is wel een stuk weg, of niet? Nee, dat valt trouwens wel mee. Wij zijn er ook bijna. Als je uitstapt, dan kunnen we je proberen te saven. Nee, je wordt automatisch er al uitgeforst, hè? Zo'n tank. Oh ja, vlak voor die explodeert inderdaad. Ja, ja. Oh, de tank is ook al verdwenen. Ja. Nice, oké, dan komen we hier redden. Hoe ver zijn we weg? 250 meter. Ik ga gewoon de weg volgen hier. Ja, ik lig aan de weg. Ik stond gewoon op de weg. Wat voor, 30. Wat voor wapens hebben deze gasten? Zitten er ook lui met AK's tussen? Want dan kan ik even wat looten. Er zit er volgens mij eentje met een AK, maar dat is een meer moderne AK volgens mij. Ja, maar als het... Oh ja, zo ja. Als het 554 is, dan kan ik het niet laden, maar... Dit is de 762 RPK, de oude versie. Ik hoop echt dat de PK of de PKM of zo erin toegevoegd wordt. Dat zou echt een dingetje zijn. Oké, we zijn nu bij die rotsen. Report position. 70 meter. Fuck you, asshole. Waarom komen jullie niet mee? Team Red, stay sharp! Ik werd vanuit de linkerkant van de front. Vanaf de rots. Denk het. Okay. Iets de heuvel op. Ik weet niet of het dan voorbij de rots is. Even kijken naar de hoogte op de kaart hier. Nee, ik was net op dat laatste stukje op de heuvel heen aan het kijken naar het dorp. En je weet dat het van de linkerkant kwam? Hoe dan? Omdat ik de raket zag aankomen. Oh. Ik had in één keer een raket in mijn linker ooghoek. Gasten, wat doen jullie? Team Red, on your feet! Oh, dat was het. Ze lagen gewoon te kruipen. Waar zijn jullie toch mee bezig? Maar orders. Ja, maar jullie, je hebt gezegd dat we moesten liggen. But this is what you wanted. Oké, je was net over de crest hier, zei je. Nee, ik ging geen crest hebben. Ik blijf gewoon op de weg. Hoe ver nog? 90 meter. Oké. Kijk, 300 aanraken in een hummingbird is niet... Nee. Nee, dan begint hij echt helemaal te trillen en zo. Nee, nee, dat nog net niet. 200, bij de 200 begint hij al te trillen. Nou ja. Als je probeert bij te sturen, dan gaat hij echt helemaal van... Oh, shit! Ja, nou, allemaal piep, 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 piep. Allemaal nou, ik ging in een rechte lijn, dus het was nog niet dat. Alleen ik had wel zo'n vermoeden van, als ik dit ga doen... Dan gaat het wel te hardcore voor mij. Ja, als je maar een klein beetje je ding probeert te sturen, dan is het gelijk van... Loop. Soldier 200 meters front. Oh dear. 62 meter even nadoen. Ja, wacht even hoor. Ik wil niet ook doodgeschoten worden, dus ik ben even heel voorzichtig nu. Slowly creeping towards you. Ja. Ja, ik had merendeel van het dorp al wel dood, volgens mij. Of in ieder geval wat ik kon zien. Nee, dat is niet merendeel. Wacht even, er stond een heel squad in. Ik heb echt 3 mensen neergeschoten ofzo. In het dorp zijn mensen? Er zit iemand direct voor me. Grenade uit. Waar zijn jullie? Net voor het dorp. Hoe heb ik maar 5 kills trouwens? What the fuck? Ja. Omdat je squad hem ook heel vast wil doen. Dat klinkt niet wel goed. Dat ging recht over mij heen. Ja, ook over mij. Ik zie je liggen. Je staat veel fucking ver naast de weg, of niet? Ja, ik ben wel uit mijn tank gelanceerd. Contact, AT soldier, 200 meters front. Ja, fucking 2, 3 en 4, kom hier dan. Team Red, move 100 meters front. Solid copy. Jeremy, zie je waar ik ben? Nee. Fucking hell. Oh, hallo, Hummingbird. 6, target the AT soldier, front. Ik heb een target gegeven. Even kijken hoor. Team Red, return to formation. Understood. Ja, inderdaad. Wil je daar een raket op? Ja, ga je gang als het maar dood is. Hij zit er nu ook op nou. Ja, zie je. Dat eentje bloot trouwens, pas op. Ik hoor nog steeds gasten daar fucking hard schieten, maar... Wij zijn nu ook closing in. Target down, target down. Nice. Het gaat helemaal goed. Oké, we komen nu naar Jeroen toe, die daar in het veld ligt. Ik denk dat jij dat bent. Komen we nu dichtbij? 35, 30, 20. Ja, ja, daar ben jij. Er zit hier ook een dikke clearing, dus je was hier gewoon met je hele tank waarschijnlijk gewoon een stuk van de weg afgereden. Het zou best kunnen, ik was de gunner namelijk. Ja, nou, je bent gewoon een stuk naast de weg. En wat de driver doet en zo. Kijk hoe ver ik van de weg van de Ellen. Een aardig stuk. Holy fuck! Ja, maar dit is ook, kijk dan, dit hele stuk is gecleared. Dat komt door brand, gewoon door je wrak. Hier is allemaal geen gras meer. Ja, nee, dan zijn we inderdaad een stuk van de road afgegaan, zonder dat ik het door had. Dus. Het wordt trouwens nacht in game. Dat is cool. Ja, ik had hem expres op 4 uur gezet. Ik denk als we hem dan een paar uur bezig zijn of zoiets dan. Ik hou wel van die tracers die daar vliegen in ieder geval. Ja, dat is Jeremy. Ja. Dat doet dat dingen. Ja. Wij gaan nu het dorp in, Jeremy, dus niet meer clear om fucking rockets in te pepperen. Volgens mij in het bos aan jullie rechts dan, mijn links. Ja. Volgens mij werd ik daar beschoten door fucking heavy sniper fire. Hop, ja, ik word nu beschoten door small arms. Oké, misschien dat we even toch omhoog gaan dan. Ik hoor ook uit onze links. Oh, wat? Oké, serieus. Ben je dood? Ja. Jullie ergens in de buurt of wel? Hij vliegt nog. Oh, Jesus Christ, maar voor. Ja, even in mijn eigen teampje, dan kan ik ook even met het hele huis plat geschoten. Ja? Nee, daar ging iets anders neer. Nee, dat was de shed. Oh, de shed ernaast, die flikkerde om. Ja, maar die bestaat ook echt uit plywood. Dus dat is op zich wel logisch dat die kunnen... Het is een stofwolk. Ja. Bah. It hasn't been clean for a while. Ja, inderdaad. Oké, ik loop daar nu. Ja, wij zijn hier op de straat. Ik hoor trouwens een fucking gast schreeuwen. Ik hoor iemand in Arabisch schreeuwen. Auw, ik ben dood. Ik kom jouw kant op. Jesus Christ, man. Ja, ik hoorde hem al schreeuwen, maar hij staat bij het oranje huis. Ja, Jan Gunman had hem. Hij heeft echt 3 mensen neergeschoten. Ja. Een full auto sniper gaan schieten is niet oké. Echt, ho. Dat hakt wel erg hard erin, inderdaad. Wel. Hij moet ook wel in paniek geraakt zijn. Even kijken wat voor wapen die had. Yeah. Die wil ik ook wel. Fucking sick in ieder geval. Is het G3? Oh, dat is de teamlead. Dat is de DS Armsfall. Er ligt hier ook een ander. Oh ja, er ligt hier ook een ander. De DS Armsfall is echt intens. Oh, dit komt omdat hier 2 lui dood liggen. Dat is de engineer. De engineer die heeft die Vator. Oh nee, AR-15 sanitized. Noise. Anyway. Nummer 3, leef jij nog wel? Ik ga even liggen. Fucking hell, ik ben weer dood. Ik ga even een granaatje. Ik geloof niet dat nummer 3 nog in leven is. Ben jij uit de squad gegaan, Jeremy? Wat? Ja, ik ben uit de squad gegaan omdat ik even mijn eigen AI mee wil nemen. No. Waar lig jij, Jelle? Ja, direct onder je net. Je gaat er net over mij heen. 8 meter, 10 meter. Ja, ik moet mezelf even treaten hoor. De persoon leeft nog. Fire at that soldier! Right up ahead! Ik geef Free ook de target. 3, stealth! Stay low! Waar dan? 3, engage at will! 3, engage! Hoe zeg je dat? Wat? Ik hoor je echt... Jij zit hier echt gewoon... 1 meter, ja. Nee, maar jij bent echt één met het gras, maar ik hoor je echt fluisteren. 3. Ja. Wat? Holy shit, het wordt ineens snel donker. Ja, dat is een beetje een dingetje met zonsondergang inderdaad. In real life ook. Ja, dat klopt, maar... Fuck real life. Ja, ik ben er niet genoeg buiten voor dat door te hebben. Hebben we die gast al? Nee. Waar de fuck kwam dat? Het kwam weer bij dat huis bij, ja, uit de buurt. Oh. Ja, in de tuin erachter. Oh, dat ging weer een shit. Grenade uit. Dat was een trailer. Is hij dood? I don't know. Nee. Nee, zit er nog. Oké, ik ga naar het huis toe. Ik heb net een shotje. Oh nee, ik ga niet naar het huis toe. Ik zie hem staan, geloof ik. Is hij daar achter dat hekje? Aan de rechterkant. Ja. Ik weet niet waar die is, maar ik doorzeef gewoon alles. That's bound to make him angry. Reloading. He's angry! Ja, clear die tuin gewoon even aan de rechterkant. Ja, ik ga er even... ja, ik ga er voor langs. Fuck it. Ik loop daar nu dus, hè. Mooi dat je tegenwoordig ook vanuit de fucking... Ik ben dood. Oh, je bent dood? Ja. Yeah. Dat is het niet. Hij is er nog. Ik hoor hem. Fuck you. Het is wel beter om jouw schoten te horen in plaats van die van hem. Point blank. Schoot ik hem echt. Fucking denk ik in zijn chest ofzo. Na de woorden, hij is er nog. Ja. Oké, waar lig je? Waar jij lag. Oh ja, zie je. Het is wel mooi dat ik trouwens één met het gras word als ik hier lig. Ja, en jij verdween echt gewoon helemaal. Ik zag echt toch zo'n hoofdje eruit komen. En die was dus aan het whisperen. This man's gone mad. Waar is 3 helemaal? Die zit hier achter in het huis. Nee, hij is naar voren gerend. Hij zit daar helemaal. 3, leeft hij nog? Report in, over. Nee, hij is dood. Hij ligt hier, hij is dood. Oh. Dat was net het begin van die fire. Het is jammer dat wij die mensen niet kunnen reviven, die teammates. Super sad. Ja, dat ze meteen helemaal doodgaan inderdaad. Het heeft zo'n ace death system nodig, dat je gewoon ook knockie kan gaan. En dan word je inderdaad niet meer een target, maar je kan nog wel vaak revived worden. Dus gewoon een hele soort van die gasten nog kan redden als medic zijnde. Ja. Oké, maar ik heb die vent neergeschoten. Hij zit daar zo, in de tuin, obviously. Ja, ja dat wist ik. Ik wist dat hij daar zat. Ik zat erop op te schieten. Hij zag mij ook. Wij zijn nu midden in die town trouwens. So. Wat de fuck doe jij met je heli? Oh, oké, je hebt er zo een. Ik denk al, wat is hier rotor RPM laag? Ik hou wel van je wordt wel beschoten over. Ja, je wordt wel beschoten inderdaad. Vanaf die heuvel, ja. Die heuvel. Jeroen heeft een full auto mod klok vast. Dat is echt achter. Jeroen heeft echt een... Deze heeft een teamlead. Jeroen heeft een Glock die dus extremer schiet dan een fucking machine gun, man. Ja, maar dat is normaal voor de full auto Glock helaas. Leeg. We hoorden hier ook iets uit het bos. Ik ben naar achter gerend, een stukje. Oh, ik ben juist naar voren gerend om te kijken. Nou, ik hoorde hier ook iemand, dus die wil ik eerst eventjes opjagen. Oké, ik ga even kijken of Pieter of Jeremy aan het horen is. Jeremy, als je midden van het dorp neerzet bij die lantaarnpaal. Ja, dat is al. Ik wil op dit moment gewoon leven aan de grond krijgen, überhaupt. Ja, dan moet je dus wel een plek hebben om te landen, is een beetje het punt dat ik heb. Je moet je gear omlaag doen. Ja. Oh! Jesus Christ, wat was dat voor freefall? Je bent je rotor vooraan kwijt, dus je kan hem nu niet. Ja, whatever. Al blijf staan. Ik ben ondertussen zo fucking. Hoe heet dat? Traumatized door bij deze flight mode al die fucking shit. Ja, ik vind het dus erg goed te doen als je het eenmaal een beetje door hebt. Maar we hebben ook joysticks. Nou, ik heb het gewoon niet door. En we hebben joysticks. Nee, ja, nee, die... die manual throttle... Yo, ik kom eraan hoor bij jou. Ja, bij mij is het ook echt... De throttle is inderdaad extreem naar voor mij. Dat is echt beroerd. Hoe dat in elkaar zit. Gunfire bij jou, Jeremy. Ongetwijfeld. Hij staat hier op de heuvel trouwens, dus dat je dat even weet. Ik heb een van de gasten hier neer. Okay. Er zit er nog eentje op de heuvel. Ja, we staan aan de bosrand naar je... van waar je beschoten werd. Ja, precies. Net iets boven je... net iets richting noordwest, maar meer west. Dus zeg maar op je 300 of zo zitten wij. De heuvelrug. Er staat een eikel. Dit is wel verwarrend, Jeroen. Heb je... Oh, nou ja, het verdwijnende lichamen zijn altijd verwarrend, Jelle. Ja, ja. hij had een anti-tank ding. Launcher. Maar hij had tegelijk... Godverdomme. Pistool is zo achterlijk. Oh, je hebt het ook. Nice. Wow, wordt beschoten. Joh. Jesus Christ. Ik moet al gelijk denken aan die fat dude die dus ook zo'n automatische klok schiet. Ja. Yeah. Helikopter. Oh, iemand heeft een ding. Ja, I accidentally respawned. Hij ligt er nog. Wat ze? Godverdomme! Oké, Jeremy, revive hier. Ik ben die heuvel op aan het rennen. Ik ben die gast aan het neerschieten. Ja, oké. Maar ik ben al like 100 meter bij jullie weg, daarom. Oké. En je weet nu hoe ik eruit zie. Met mijn... Ja. Mijn grass imitating... Ik ga niet tussen een hele heuvel op hoor, dat is een beetje ver. Ik ga in deze toren klimmen, dat is lachen. Ja, kan dat? Ja, ik zal het zien. Oh, jeez! Oh, I won that. What? I don't know how. Dat was een hevige firefight. Ja, dat waren er twee inderdaad. En dat was het sniperteam, denk ik. Godsamme, ik schrok me rot, joh. But I won. Nee, het was niet een sniperteam, het was een... I mean, it's illegal. Godverdomme. You can't do that. Yes, I can. Oké, goed. Ik ga hier nu even opklimmen. Ik ben nu ook op de heuvel. Maar wel uitgeput als fuck. Dus ik blijf hier even zitten. Beetje uitzicht erboven. Ziet er zo vet uit, ja. Holy shit. Die mist erbij is ook echt... Die mist, ja. Holy fuck. Ik snap niet waarom die bomen zo'n lage resolutie model hebben over afstand. Namelijk, het zijn er zoveel. Het zijn er zoveel. Ja. Yeah. En dat past heel goed in, als het echt een bos is. Willow Lake. Oh, dat zit vlakbij. Oh ja. Dan kunnen we hier blijven. Oh, ik zie je. Hoi. Hier. Nee, achter je. Nog een keer. Ja, daar. Oh, nee. Koekoe. Oh, Jesus, daar. Jij bent echt gecamoufleerd als een Mongool. Dat is echt niet oké. Ik zie pixels, man. Struikjes. Flikker op. Ja. Ik heb de Finnish Woodland camera. Ah, jij outlined ook perfect tegen de horizon. En ik deed dat waarschijnlijk niet. Anders was jij ook wel moeilijk te zien geweest. Vooral die fucking varens. Ja. Kutvarens, godverdomme. Ik ga naar dat muurtje hier zo aan de rechterkant. Lijkt me een mooie plek om te zitten. Waar het eest is. Nice. Oké, ik sta bij het muurtje. Oh, enemies. Oh, ze hebben weer iemand. Ja, maak mijn eerste kills van de games ongeveer. Ja. Ik ken dat deze gasten geen night vision hebben, of wel, die vijanden. Nee. Alleen de teamleaders. Enemies ballen. De snipers, de spotter van de sniper heeft het volgens mij. En de teamleaders. Ik weet niet of de teamleaders het hebben. Maar we hebben absoluut voordeel hier nu. Ik had nog 5 kogels en een Mac, maar ik weigerde door te laden. En het paid af. Er is iemand op de horizon. Dit ding is zo luid. Jezus. Ik ben blij dat ik dit ding niet in het echt hoef te schieten. Die ene sniper die losgaat is al een beetje intens. Waarom is alles zo licht? Ik heb alles ineens extreem hoog gehad. Omdat wij in het donkere bos we zitten nu in de schaduw van het bos. Oh. We're in the dark part now. We're in the dark part. Nou. Oh, fuck, ik heb geen laser. Ik wil echt graag meedoen. Ik, sorry. Ik heb inderdaad ook geen laser, blijkbaar. Nou, ik ben een hele laser. Ja, het kan hier niet. Hier kan geen laser op. Dit is een RPK. Hij heeft geen side rail. Of rail überhaupt, geloof ik. Zo te zien. Nee, geen rail. Je kan de site eraf klikken, geloof ik. En daar kan je dan de nieuwe op klikken. Maar dat is about all. Jezus, wat is hier licht. Ik ga naar zo'n grote rots toe, dus dan weten jullie waar ik ben. Ik heb hier net een paar gasten neergeschoten. Tenminste, zo leek het. Ik heb geen grote rots in beeld volgens mij. Ik hoop dat ik ze heb neergeschoten. Nou, richting het punt, zeg maar. Oké. Okay. Ik loop nog een beetje achteraan bij de andere mensen. Nee, het is niet zo ver naar voren, het is gewoon verder naar rechts. Oh, okay. Zie je het? Oh, er staat ook iemand achter de rots, joh. Ah, hij is nu dood. Ja, dat komt omdat ik hem in zijn gezicht schoot, volgens mij. Ja, jij loopt nu bij de rots, ja. Hoi, laser. Oh, daar loopt iemand recht midden in het veld. Die. Ik schoot echt één salvo, ik weet niet of ik hem had of iemand anders, maar... Ik schoot één salvo en ik zie echt hem omvallen en ik zie zijn rocket launcher ook zo omvallen. Andere kant op. Oké, okay, dus die is dood. Oh ja, hier staan inderdaad lichamen. Ik zit rechts naast je hier. Ja, daar zo. Ja, deze hebben carbines, dat is echt jammer. En fucking veel rifle grenades. Goeie shit. Wat? Hadden we dat er niet al uitgehaald? Niet bij deze dude. Jezus, dat is echt... wat? Het is ook echt, die hele boom is licht nu. Jeremy is dood, neem ik aan. Ja, ik gooi de accidentally een fucking light in plaats van een grenade, want ik had geen grenade. Oh. Maar toen kom ik om het hoekje en ineens was het bam 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 bam! Ja, ik dacht even dat dat van de gunfire kwam, dat dat zo licht was daar. Gewoon een constante lamp, maar... Leek me als een vreemd. Oké, ik kom die kant wel even op. Jesus Christ, er ligt eentje vlak op. Hate shit. I am kill. Ja, die vent ook. Ja, dat hoop ik wel, ja. Cancer liar. Hij lag echt gewoon fucking 5 meter voor ons, man. In het gras. Jezus. Ik heb zijn klok gegeven. Oh, Jesus. Zo licht. Waar komt het vandaan, joh? Oh, ik kan er wel even op schijnen. Nou ja, ik weet niet waar jij bent, Sidon. Ik heb jou al een tijdje niet gezien. Oh shit. Ik zit hier samen met Jeremy in het veld. Dat is wel een paradrop. Yep. Oh, dat is direct op mij. Yep. Oh, dat is helemaal direct op mij. Wacht maar even, AI is echt godlike in het uitschakelen van deze dingen. Oké, Oké, die is dood, dit is dood. Deze hier volgens mij nog niet. Deze gaat echt recht op mij vallen. Jeremy, is dat een van ons? Oh nee, die is ook dood. Is dat een van ons? Weet ik niet. Nee. Het staat echt fucking 10 meter van ons af namelijk met een fucking sniper rifle. Sure help him, it wasn't one of ours. Vent, die kwam echt gewoon een beetje aanlopen hier. La da 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 da. Maar we zien hem al gezakt. Nee. Maar ik zag dat ze een... Nee, maar wij staan hier allemaal met z'n allen licht te creëren, dus dat zien ze op zich wel natuurlijk. Ja. Oh. Dit is... En dat rechts van me ook ergens lijkt. Boom. Godverdomme, ik was fucking dichtbij, hoorde ik iemand. Oh. Jeremy is hier, waar ik ben. Nu loopt mijn teamleden zelfs 5 erop te callen dat hij uit formation is. Fucking faggot. 5, what the fuck? Jezus. Iemand raakt fucking dichtbij mij net. Ik zal even naar Jeremy toe lopen, want je zit echt om me heen te schieten. Kijken wat jij ziet. Ik kan niet aan het schieten. Je schoot ernaar. Nee, dat waren zijn teammates. Dat waren allemaal MX geluiden. Dit zijn allemaal gewoon MX'en inderdaad, dat ben ik niet. Dat zijn mijn gasten. Kijk waar Jelle is. Ik zit in het bos voor Jeremy. Ja, in de zuidoostelijke richting. Meer het zuiden dan het oosten. Oh. Waar nu al het geluid gaat ontstaan. Oh ja, hallo klok. Wil je nog wat allemaal voor je klok, Jelle? Nee, ik heb net een hele zorg geraapt van een of andere teamlid. Dat prima zo. Helemaal qua damage. Oh, loopt er nog één. Die had pech. Ja. Right in the face. Ik hoor er nog meer hier. De rechterkant, achter deze rots volgens mij. Yep. Die is ook pech. En daar lig ik. Waar ligt die gast dan? Direct tegen hem aan. Net als die gast net in dat veld waar Jeremy door neer werd geschoten. Die teamlead die echt fucking 5 meter voor ons lag. Ah, dit keer overleefde ik het niet. Ik heb er wel 2 van dood, denk ik. Damn, damn! Gewoon een grenade in zijn face.